Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag laat ik jullie mijn favorieten en opgemaakt zien van de maand september. September was een heel hectische maand voor mij, omdat ik ten eerste mijn vakantiejob had bij de post. Daarnaast ben ik op reis geweest en daarnaast ben ik super hard aan het werk zoeken geraakt. Dus een klein beetje een hectische maand, maar toch heb ik een aantal favorieten kunnen verzamelen. En mijn eerste favoriet van de maand is natuurlijk mijn tripje naar Budapest. Het was een heel erg fijne vakantie. En het was ook heel erg fijn om eens alleen met mijn zus op reis te gaan. We hadden dat samen nog nooit gedaan. Er was altijd iemand van onze ouders mee. Maar nu was het echt enkel ik en mijn zus. En dat was heel erg fijn. Het was een surprise me-trip. Een surprise me-trip die... Ik dacht dat ons ging leiden naar het Verenigd Koninkrijk, maar het bleek Budapest te zijn en dat was een heel aangename verrassing. Ik was al eens in Budapest geweest, mijn zus ook, maar toen was het zo warm, echt heel erg warm. Het was toen nog hittegolf en daardoor was ik een klein beetje in een grumpy mood op dat moment. Waardoor ik niet echt heb kunnen genieten van de stad. En nu was de temperatuur echt heel aanvaardbaar. Waardoor ik echt heel Budapest heel erg fijn heb kunnen verkennen. Dus dat was mijn eerste favoriet van deze maand. Mijn tweede favoriet ga ik even uithalen. Dit is mijn tweede favoriet. Als jullie naar mijn vlogs kijken, hebben jullie hem waarschijnlijk al gezien. Maar het is mijn bullet journal. De Plan With Me spread van de maand september kon je al in mijn vlog zien. En degene van volgende maand, van de maand oktober, eigenlijk van deze maand dus, ga je binnenkort kunnen zien. Een heel erg fijne... Bullet journal en dit is mijn oktoberpagina. Ik vind het gewoon heel erg fijn om hierin bezig te zijn, om bewust te gaan plannen en gewoon heel erg creatief te gaan zijn op één plek. Als derde favoriet heb ik iets die ik ben begonnen in augustus, denk ik. Dus dit boekje, in dit boekje schrijf ik mijn one line a day. En dat heb ik al gedaan sinds augustus. En dat is zo verrijkend en fijn gewoon. En ik vind het ook heel erg fijn dat ik dat nu al toch eventjes volhoud. En het is schriftjesgebruik. Het idee kwam trouwens uit een video van Beauty by Birgit. Als vierde heb ik het tv-seizoen met daarin vooral Kampen Karen en James. Heel erg fijn om te kijken. Bake of Vlaanderen ook heel erg fijn om te kijken. Zeker voor een bakfanaat. Als ik en tenslotte Chocolade Tiet had op 1. En dan ben ik eigenlijk nog maar recent beginnen kijken. Ik had mijn moeder nog alle afleveringen staan. Op onze Digibox, want het is gewoon een heel erg fijne serie. En dat zeg ik niet enkel omdat er personen meedoen met het syndroom van Down. Maar ook echt gewoon een hele fijne serie is. Een goed script. Als vijfde heb ik de script. Niet omdat een concert in maart valt en ik te weinig geld heb om er naartoe te gaan. Maar gewoon omdat ik die cd opnieuw ben beginnen luisteren. Het is gewoon een zo fijne band. Zeker om even in de achtergrond te gaan luisteren. Of onderweg. Als zesde heb ik een Netflix favoriet. Backstage. Het is een... TV-show met allemaal jongeren op een kunstacademie. En we vervolgen daarin verschillende personages. En ik heb het eerste seizoen met 30 afleveringen. Ongeveer allemaal van 20 minuten in 2-3 dagen uitgekeken. Oeps. Het was echt een heel fijne TV-show.
En ik kan niet wachten op het volgende seizoen. Als zevende favoriet heb ik mijn Knipe douche crème in de Her Silky Secrets. Ik moet wel eerlijk toegeven dat ik deze heb gekregen. Maar moest hij niet heel erg fijn zijn, zou ik hem zeker niet in een favoriete noemen. Deze geur is gewoon alles wat ik zoek in een douchegeur. Het voelt, het ruikt vrouwelijk en zacht. Echt heel erg fijn. Ik voel me altijd herboren als ik hiermee douche. Als achtste favoriet heb ik eigenlijk een verzameling van het creatief bezig zijn. Met daarin handlettering, waterverf en doodelen. Het zijn allemaal dingen die ik gedurende maand september echt ben mee beginnen experimenteren. En mee creatief bezig geweest te zijn. Ik ga jullie iets doen. En dat is één. Een doodle slash poster waar ik heel trots op ben. Waarin twee van die dingen echt heel erg fijn samenkomen. Het doodelen en het handlettering. Heel erg fijn om zo'n dingen te maken. En om met zulke dingen bezig te zijn ook gewoon. En als laatste favoriet heb ik Lego Harry Potter. Ik speel dat spel echt gewoon heel erg graag. Tot voor kort was ik bezig met Lego Harry Potter 1 tot 4. Maar nu ben ik begonnen aan Lego Harry Potter 5 tot 7. En dat is gewoon heel erg fijn om vorderingen te maken in het verhaal. En ook om steeds dingen te gaan herkennen. Naast de boeken dan en naast de film. Gewoon heel erg fijn om bezig te zijn met de Harry Potter franchise. Zeker voor Harry Potter fans zoals ik. Accio opgemaakt. Deze maand heb ik eigenlijk niet zo super veel opgemaakt, denk ik. Nee. Een shampoo. Een herstellende shampoo van Nivea. Deze herstelt het haar zonder te verzwaren. En het is bedoeld voor een dikke haarstructuur. En hij is echt volledig leeg. Wel een fijn product van Nivea. Ook heb ik een maskertje opgemaakt. Deze Unicorns Exist Holler and Glow mask van Primark. Heel fijn en leuk geïllustreerd maskertje. Wel heel erg jammer dat je met van die sheets masks maar één keer kan gaan doen. En tenslotte heb ik een mesje opgebruikt van mijn shaving ding. Van Intuition. Gebruik ik al heel lang om mij mee te scheren. Ik vind het nog altijd heel erg fijn. Zo, dit was het dan. Bedankt voor het kijken. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen als je deze favoriete en opgemaakte video leuk vond. Abonneer hier op mijn kanaal als je meer van mij wil zien. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!